Bon, je weet het. Subiet Frietcast, eerste reclame. Komt-ie! Frietcast wordt mede mogelijk gemaakt door Foodback, de Belgische maaltijdbox. Ja, kan toch niet alle dagen frit zijn? Ik ga gewoonlijk voor een klintje, mijn vleeskroket. Is het waar dat je in Ibiza ooit een kindje hebt gered? Stofles dat erop maar in een potteke apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajantjes, wat een curry, was speciaal toch wat gezond? En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond? Mag er zout op vragen, zout het. Ik ben dan wat verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen... Dan ligt het zout ernaast. Frietcast. Hey, wauw, met Peter de Pauw. Ja, welkom bij Frietcast. Vandaag een gast die nog weinig introductie nodig heeft. Al meer dan 50 jaar staat hij in het vak. Hij kent elke zaal in Vlaanderen en dus waarschijnlijk ook elke frituur. Voorbije zomer speelde hij zowat op bijna elk Vlaams festival. Ook in het najaar en de winter is zijn agenda goed gevuld. En begin januari speelt hij 2 nieuwjaarsconcerten. De ongekroonde keizer van het Vlaamse lied en de koning van de Vlaamse podia maakt vandaag een tussenstop bij Frietcast. Welkom, Willy Sommers. Dank je wel, Petra. Wat complimenten op een rij. Ja, ik dacht, ik zeg het gewoon. Ja. Ja. Mag ik je zo noemen? De ongekroonde keizer van de Vlaamse muziek? Och, er zijn nog wel collega's die ze ook keizer noemen. Ik denk aan Wil Ture, uiteraard. Ik werd altijd zo een beetje geprofileerd als de... In de wielersport zeggen ze de Poulidor. Die was ook altijd tweede in de Ronde van Frankrijk en toestanden. En ja, bij mij is dat zo. Ik ben eigenlijk in heel mijn carrière... Ik ben begonnen in 1971 met liedjes op te nemen. Ik speelde eerst in een coverband toen ik 16 was. Dat was in 1969. En dan was jij nog niet geboren. Nee, juist niet. Ja, voilà. Dus. En in een coverband gespeeld. Ik speelde daar basgitaar, ik zong daar... En in 1971 breng ik 7 Anja 7 Rozen uit. En dat is dus 53 jaar geleden. Er is een flits in mijn leven. Ik zeg dat vaak op een podium ook. Want ik ga nu naar de theaters in de winter. En dat programma heet Op Verzoek. Ja. Dus mochten mijn publiek, mijn fans, mochten de nummers kiezen. Ah, ja. Voor die concerten. Ik heb natuurlijk rond... 500-600 liedjes gemaakt. Als je daar een selectie moet uitmaken, dan kan je natuurlijk niet iedereen tevreden stellen. Nee. En hoe maak je dan die keuze? Ten eerste, ik moet ze nog graag zingen. Dat is heel belangrijk. Ja, is dat zo bij jou? Zijn er nummers dat je zegt van... Please, komt er niet meer mee af, hè? Ik heb ooit eens een nummer opgenomen met een John Massis. Ik weet niet of je die kent. Ja. Dat was een krachtpatser die in het Guinnessboek stond. Die heeft ooit met zijn tanden toch zo'n treinen voortrekken en zo. Ja. En dat was in een periode in de jaren 80 toen het heel slecht ging met de Vlaamse showbiz. En mijn muzikale vader, mijn ontdekker, Roland Verloven, die ook heel veel nummers van mij geschreven heeft, die zei toen van, we moeten iets vinden... Om actueel te blijven, om in de belangstelling te blijven. We moeten zien dat die naam Willy Sommers nog vaak voorkomt op de radio, misschien op televisie. Mm-hmm. Er waren geen tv-programma's, bijna niet. En toen, op een bepaald moment zei Roland, hij was ook een Gentenaar, en John Massie is ook een Gentenaar, die zei, oh, laat ons iets doen met die krachtpatser. Die is wereldberoemd, blijkbaar. Ik had er niet zo'n een affiniteit voor, geen bond. TikTok bestond niet, dus nee. Ja, je weet dat niet. Voilà. Voilà, dus... Op een bepaald moment nemen we die plaat op. Zet er je tanden in, heet dat. Dus refererend naar meneer Massis. Maar ja, dat was zo een stunt. En ik stond er niet volledig achter. Maar om toch in de belangstelling te komen, heb ik ja gezegd. Ah, ja. Ik heb nog nooit in mijn leven iets opgenomen tegen mijn zin. Er worden mijn nummers aangeboden. Ik vind die goed of minder goed. Dan ik doe ze of doe ze niet. Maar ja. Dit was zo van, oké, we maken een consensus. We gaan dat toch maar doen. Om ook een beetje mijn producer plezier te doen, Roland. En om de platenfirma ook nog een beetje plezier te doen. Ja. Maar dat was een ramp. Want ik moest dan promotie gaan doen met hem samen. Voor er was niet echt een klik? Of... Maar nee, die kwam gewoon niet af. En het meest legendarische, Peter, dat is... Wij zaten in de aflevering van de Pak de Poen. De Pak de Poen show, de eerste aflevering. En wij zaten daar met dat nummer in. Allee. Dus alles wat kon mislopen, misliep daar ook.
En John Massis die kwam maar niet af. Die was meer dan 2-3 uur te laat. We konden moeilijk een soundcheck gaan doen, want hij was er niet. Hij moest ook niet zingen. Hij moest gewoon naast mij staan en wat brullen en wat kreten maken. Maar nee, en dan op de radio ook. Verschillende keren mochten we dan toch naar de radio gaan. Er werd over gesproken en dat is in de pers geschreven. John Massis en Willy Sommers hebben een plaat gemaakt. Dus ik mocht dan ook naar de radio gaan. Maar dan kwam die gewoon niet af. En dan heb ik tegen Roland gezegd, sorry, maar dit mag mij nooit meer overkomen. Nooit. Ja. Maar ja, op die leeftijd, je was toch ook nog jong, dus... Dan is dat ook moeilijk om zo van die beslissingen al te nemen van oh, dat wil ik doen, dat wil ik niet doen. Ja, ik was niet meer zo jong. Hè. In de jaren 80, ik ben geboren in 52. Ja. Okay. Dus ik was al in de 30. Dus ik heb altijd... maar dan nog? Ja. Allee, je laat u wel... Ja, die mens heeft voor u ook wel heel veel goede nummers geschreven. En allee, toch heel veel geschreven. Heel u, veel, dus... hè. Dat was echt mijn inspiratiebron. Ja, hè. Voilà. Al mijn grote hits heeft hij geschreven. Daarna heeft hij met Clouseau nog gewerkt, met Mama Siage. Dat was een superproducer. Echt zo'n hitmachine. Die ja, mens. Echt waar. Die kon nummers uit zijn mouw schudden. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb in mijn hele carrière te weinig nummers zelf geschreven. Ik heb er geschreven. Tekst en muziek, geen probleem. Maar het was zo een evidentie dat Roland altijd nummers klaar had voor mij. Hij woonde in Keerbergen, aan het meer van Keerbergen. Oh, ja, maar hij had ook zo'n bootje waar hij op het meer van Keerbergen mee ging varen. En toen ik bij hem thuis kwam, had ik nummers mee die ik gemaakt had, geschreven had, in mijn tas. En we kwamen in zijn muziekkamer aan zijn piano en zijn gitaar stond daar. En hij begon zo dingen te spelen. Ah, ik heb dat geschreven, ik heb dat geschreven. Ik zei, amai, dat is wel goed. En het was allemaal zodanig goed dat ik mijn tas niet meer opendeed met mijn eigen nummers. Dus dat kwam dan terecht op een LP of op een CD later. Een B-kant of zo. Maar de singles, dat was altijd Roland Verloven. Allee, ja, ja, ja. Zeg, Willy, ik moet even eerst iets zeggen. Mm-hmm. Dus ja, we zitten in de Frietcast. Ja. En normaal hè, begin ik altijd met de vraag. Want mij viel op, er is al bij u zoveel geïnterviewd en zoveel verteld. Ja. Maar ik ben er zeker van dat deze vraag nog nooit aan u is gesteld. Van als je naar de frituur gaat, hè, Willy, wat bestel jij dan? Ik moet daar heel grappige vraag heel om aan u te eerlijk stellen. In zijn, ik ga niet naar de frituur. Mijn vrouw gaat naar de frituur. Ja. Want ik doodgraag frietjes, hè. Pas op. Hè. Nee, dus mijn vrouw gaat naar de frituur. En dat is bij ons in de buurt, in Schepdaal, waar Remco Evenepoel ook woont. Gaan die ook zijn frieten halen daar? Of ja. Ja. En die frituur heet het Frietplezier. Dus een heel mooie frituur. Je kunt daar ook ter plaatse. Dat is heel mooi ingericht en zo. Ja. Maar dat is meestal bij ons vrijdagavond. Frietjesavond. Ah ja, oké. Ja, dat is, ik denk, bij vele mensen zo. Uh-huh. Zo begin van het weekend zo, de werkweek voorbij. En dan de vrijdagavond, maar dan ben ik ook vaak niet thuis. Dus dan gaan wij rond 6 uur al naar de frituur. En dan bestelt mijn vrouw voor mij een klein pakje met een brochette, met tartaar. Verse tartaar. En dan een sausje erbij. Dat kan zijn stoofvlees of stoofvleessaus. Dat is altijd mijn vaste bestelling. De kinderen die hebben alle soorten van bestellingen waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar bij mij is het consequent altijd hetzelfde. En dan eten wij dat al om 6 uur. Want ik moet dan vertrekken naar mijn optreden, bijna elke vrijdag. En dan vertrek ik naar alle hoeken van Vlaanderen. En ik eet nooit voor een optreden. Nooit. Ah ja. Nooit. Dat gaat niet bij mij om met een volle maag op een podium te staan. Dat gaat niet. Ik voel me er niet goed bij. Dus ik eet vroeg. En dan eet ik maar ook een klein pakje en 1 brochetje. Okay. Dus dan tegen dat ik moet zingen, s'avonds, 10 uur. Dan is dat er al af, hè? Dus is er al af, ja. Frietplezier. Ja. Ik moest je ook vragen van Herman trouwens, die hier vandaag niet kon zijn. Ja. Dus wat hij vaak heeft, zo met die DJ-show die hij nu heeft, deze zomer ben je hem vaak gekruist op alle Vlaamse podia. Ja. En als dat laat is op de dag, hij doet dat niet zo graag. Omdat dat duurt lang. Dan is dat zo heel de dag hangt dat zo'n beetje op je schouders. Van, ik moet straks gaan optreden. In mijn geval is dat ook zo. Want ik zit vaak in zo'n soort slagerfestivals. Vroeger was er 1 groot slagerfestival, nu nog, in Hasselt. Mm-hmm. Dat is de moeder van alle slagerfestivals. Dat is nu al 15 jaar lang zo'n succes. Dat elke stad of elk dorp doet ook een slagerfestival. En ik word daar dan ook vaak voor geboekt als afsluiter. Dus dat begint dan om
6-7 uur in de vooravond, hè, met verschillende artiesten. En ik sluit meestal af, omdat ik de meest bekende ben. En voor mij staan vaak de Romeo's of Christophe of Laureline, Yves Segers. Maar ik ben meestal de afsluiter. En dan is dat meestal rond 12 uur 's nachts. Hè. Want ja. Ik zeg dat vaak thuis ook, van, zeker in de winter, als het vroeg donker is en het is koud en het is gevroren of er ligt sneeuw op de baan, dat het gevaarlijk is om te rijden, moet ik dan vertrekken s'avonds rond 10:30 thuis, hè, naar elke uithoek van Vlaanderen. En dan zeg ik vaak zo, hè, ik zou toch liever thuis blijven. Maar, ja. Ja, maar, toch wel. Maar je doet het niet, hè? Oh, maar een keer dat ik in die auto zit, hè, is dat zo die adrenaline dat er begint. Hè. Ik ben ook al aan het denken wat ik allemaal ga zingen, want ik maak vaak een andere setlist. Ja, is dat zo, ja? Ja, hangt er vanaf welk publiek het is. Ik treed vaak op voor heel jonge mensen ook, voor studenten, noem maar op. En dat is heel breed. En als ik ergens toekom, dan kijk ik wel eens door het gordijn welk publiek er in de zaal zit. Bij theaters is dat meestal al een ouder publiek. Maar ik heb deze zomer vaak opgetreden op dancefestivals en zo. Ik denk dat Herman er ook gestaan heeft. Ja. Ik ben het een paar keer tegengekomen. En dat zijn allemaal jonge mensen. Hè. Die zingen allemaal Laat de zon je hart als een leeuw in een kooi. Zelfs Zeven Anjers, Zeven Rozen. Dat kennen ze waarschijnlijk al van oma en opa. Zo ver gaat dat, hè. Ja, ik denk dat jouw publiek misschien ook wel te vergelijken valt met het kampioenenpubliek. Het is zo van jong tot oud. Ja. Staan er bij jou ook nog jonge mensen? Ja, ik zeg het. Ja, op dancefestivals. Ja, en ook, je hebt nu in deze periode ook zo van die Oktoberfesten. Ja. Dat komt dan uit Duitsland. Hè. Dat zijn ambiance. Iedereen is verkleed in met leren hozen. En de meisjes met een décolleté en korte rokjes. Ja, ja. Ik zie dat wel graag, moet ik eerlijk zeggen. En dat zijn allemaal jonge mensen. Dat zijn jonge mensen en die komen om plezier te maken. Ja. En ik treed vaak op dezelfde plaatsen. Je hebt nu ook ze van die après-ski-bars. After party. En daar wordt natuurlijk grote potten bier geschonken. En ik sta er ook al tussen DJ's. En daar breng ik mijn meest bekende songs. En dat is iedere keer een succes. Want het mag elk jaar terugkomen. Dus dat is een goed teken. Dat is dat je het goed gedaan hebt. Ja, voilà. Ja, ja. En wat is denk ik, zo jouw geheim? Want je bent eigenlijk begonnen... Ja, zo, ja, in 71, zo als tieneridool. Ja. Ja. Maar je blijft dat zomaar rekken, hè? Allee, je blijft dat duren. Wel, ik moet eerlijk zeggen, de laatste jaren, dankzij mijn kinderen... Hè, mijn zoon is 18, mijn dochter is 22. Ik heb nog een dochter uit een vroegere relatie. Die is al 41. Maar mijn kinderen die bij ons thuis wonen, die maken mij er attent op welke de nieuwe muziekgenres zijn en keuzes zijn. En vaak als we samen in de auto zitten, dan hoor ik ze zingen achteraan. Nummers die ik niet ken, hè, R&B en toestanden. En dan ben ik toch wel mee, dankzij hen eigenlijk. Ja, ja. En ik zit ook in een platenfirma die ook met mij zeer goed nummers uitzoekt samen. We zitten aan tafel, wat gaan we doen? Een nieuw album uitbrengen. Niet zomaar een album vullen met nummers. Er moet een idee achter zitten. Hè? Dus ik word eigenlijk wel goed begeleid. Ik heb een goed team rond mij. Ja, okay, ja. Mijn management, Ilia Beyers, dan de platenfirma CNR. Mijn tourmanager David, die met mij overal naartoe rijdt. Ja, een team. Het is een team dat beperkt is, maar die allemaal voor hetzelfde gaan. Ja. Voor de Willy, hè. Dat is bijna zo'n ding, zo een politicus, hè, zo stem op Willy, zo'n goede entourage. Ja. Maar dat is wel belangrijk. Heel belangrijk, ja. Maar hoe zijn die mensen eigenlijk op je pad gekomen? Gaat dat altijd heel natuurlijk? Of heb je daar een soort buikgevoel voor? Van die persoon, ja, dat is iemand... Toch wel, want ik moet eerlijk zeggen, toen ik in die coverband speelde... ik was 16 jaar oud en wij speelden alleen maar Engelstalige muziek. Dus ik kwam uit een heel ander circuit. Wij speelden de Stones, de Beatles, de Bee Gees. Noem maar op, Engelstalige groepen van de jaren 60, de mm-hmm. Kings. Mm-hmm. En wij speelden het voorprogramma van de Pebbles... In 1970 was dat, met kerst. En wij waren in de streek waar wij woonden, in de buurt van Brussel, waar wij een bekende coverband. Als je voor de Pebbles kunt staan. En die stonden toen nummer 1 met Seven Horses in the Sky. Dus die waren super populair. Wij waren zo fier als een gieter dat wij dat voorprogramma mochten spelen. Ja. En...
Na dat optreden komt er zo een... Dat was in een feestzaal in Halle. Een zaal Harmonie, ik zal het nooit vergeten. En na dat optreden, na ons optreden, komt er de garçon van die zaak komt mm-hmm. in de kleedkamer. We waren in volle extase nog van ons optreden voor de Pebbles. En die zei van, er is een hele rare meneer, die staat achteraan in de zaal, die zou graag willen spreken. En... Ik zeg, ja, wie is dat? Ja, ik weet het niet, mag ik hem gaan halen? Ik zeg, ja, haal hem maar. Hè. Ja, en dat was dus Roland Verloven. En die gaf mij zijn kaartje. En die was producer bij Disque Vogue, Franse firma, die ook een afdeling in Brussel hadden. En die gaf me zijn kaartje. Roland Verloven, producer, Disque Vogue. Hij zegt, voilà, ik ben geïnteresseerd. Ja, en wij allemaal, ja, dank u wel. Maar wij zongen geen enkel Vlaams nummer, hè. En hij zei, ja, ik ben wel in u geïnteresseerd. Alleen in u? Ja, dat was voor ons een mokerslag. Wij dachten als groep, want wij waren ook nummers aan het componeren samen, om de nieuwe Pebbles te worden, of de nieuwe Beatles. Hè? Ja, voilà. Ja. En dan zei van, kijk, interesseert u dat? En ik zei, ja, eigenlijk niet zo. Van, ja, maar denk er eens over na, hier is mijn kaartje en bel mij eens deze week. Ja, ik had een kaartje mee naar huis, mama en papa getoond. Ja, dat is een hele rare mens. Roland zag er zo een beetje... Zo'n raar type. Ik heb altijd gezegd, hij komt precies uit een maffiafilm. Uit The Godfather. En ook zijn heese stem, zo heese stem. Ja, hier is mijn kaartje. Zo, ja, en een rare persoon, maar een hart van goud. En ik heb hem gebeld. Van, ik zei, voilà, kijk, ik zou het wel een stemtest willen doen. Ja, want ik wil u horen zingen in het Nederlands. En hij zegt, van, weet je wat je doet? Luister een keer naar de top 10 der Nederlanden, was het toen, op zondagnamiddag. En haalt daar twee liedjes uit, studeer die in, kom met je gitaar naar de studio en wij gaan die een keer oefenen en zingen. En ik zal wel horen of je stem goed klinkt in het Nederlands, mm-hmm. in het Vlaams. En ik zeg ja, ik ga dat maar doen. Het is een kans die ik krijg. Oké, ik studeer twee nummers in op mijn gitaar. Een liedje van Wiltura, die toen in de jaren 60 al top was. Jimmy Frey, dat waren de twee... grote zangers in Vlaanderen. En ik heb die nummers ingestudeerd en wij naar Brussel, naar de studio. En was dat in Brussel? Klopt dat dat zo in de hoerenbuurt was? Ja, dat was heel raar. We dachten terug naar huis te gaan. Dus wij komen toe. De studio was aan het Noordstation. En je weet, aan een station zijn er altijd van die etalages verse vleeswaren. Blauwe, rode lampen. En mijn papa was bij mij, want ik was maar 17 jaar oud. 17 was ik toen, ja. Bijna 18. En mijn gitarist van de band, die ook mij kwam ondersteunen, ook met zijn gitaar. En wij hebben daar... Die studio was gelegen tussen twee bordelen. Een smalle gang. En het was een hele donkere avond in december. En wij dachten terug naar huis te gaan. Wij vertrouwden dat niet, want showbusiness, seks, drugs, rock and roll, papa was erbij, zeg, kom, we zijn weer weg. Maar we zagen toch aan het einde van die gang licht branden, daar toch in die steeg binnengestapt en daar zat Roland Verloven aan de toog van zo'n soort caféke en daarachter was de studio. En hij was daar een pintje aan het drinken en hij zei, voilà, kijk, we gaan een keer luisteren. Hij was toen ook producer van Jeff van Uitzel, Mick en Roel, meer de kleinkunstwereld. En ik zing die twee nummers in. Eén kans, geen tweede of derde kans, één kans. Ja, het is goed, oké, ik weet genoeg. Dus wij dachten, dat is super flop. Hè? Wij een beetje ontgoocheld, terug de auto in naar huis. Ah, je bent eerst even de buurt gaan verkennen. Nee, nee. papa was erbij. Samen uit, samen thuis. En dan hij zei, kijk, zegt hem, mijn schijf zit vol met Jeff van Uitzel. Ik heb de hele dag opgenomen met Jeff van Uitzel. En ik kan nu geen objectieve mening geven over wat ik hier gedaan heb. Dat gaat niet. Mijn oren zijn moe. Oké, ja, wij terug naar huis. Ontgoocheld. Sandra 's morgens, telefoon om 7:00 's morgens. Ik stond daar met mijn boekentas om naar school te gaan. Ik zat in mijn eerste jaar regentaat, Nederlands, Engels, Duits, om naar school te gaan. En telefoon. Mama pakt op. Het is hier Roland Verloven. Is je zoon thuis? Ja. Ik kom aan de lijn en hij zegt, ik heb toch van de nacht in naar huis rijden, een keer naar dat cassetje geluisterd, dat cassette opgenomen. En ik ben geïnteresseerd in u. Ik zou graag met u in zee gaan als nieuwe Vlaamse artiest naast monumenten als Wiltura, Jimmy Frey, Marva, Samantha, noem maar op, uit de jaren 60. Marijn de Valk?
En? Marino Falco. Marino Falco, Marijn de Valk ook, ja. Die is ooit komen optreden in ons dorp in Vlezenbeek, waar ik met mijn ouders woonde. En die vond de zaal niet waar hij moest optreden als Marino Falco. En ik stond op straat met mijn vrienden en hij kwam ons vragen waar is zaal Élysée in Vlezenbeek? En wij zeggen, oei, dat is Marino Falco. Hè? Ah, achter de hoek is de zaal. Ah, bedankt. Dus mijn eerste contact met Marijn was ja, in die tijd. Ja, en voilà. En dus toen zei Roland Verloven, voilà, kijk, we gaan een soort richting zoeken voor u. Maar Roland was dus met kleinkunstartiesten bezig. En mijn eerste plaat uit 71, wat Het is weer morgen, dat was eigenlijk meer een kleinkunstnummer. En door Roland zijn connecties in de kleinkunstwereld, had hij ook connecties bij de radio, bij Radio 2 en noem maar op. En werd ik veel gedraaid met dat eerste liedje. Dat was eigenlijk een succes voor mij als beginneling, zeg maar, omdat ik veel werd gedraaid op de radio. Ja. En al mijn vrienden hadden de plaat gekocht op school. Iedereen had de single gekocht om mij plezier te doen, eigenlijk. Amai, dat is wel school. Ja, en dan kwam ik in de Vlaamse, de top 10 der Nederlanden terecht. Ik denk dat ik daar tot de vijfde plaats kwam. Ik was super tevreden. En de platenbaas van Diske Vauke, die zei... ja, we zijn eigenlijk wel een beetje ontgoocheld. We hadden toch wel meer verwacht. Maar we geven nu... Second chance, tweede kans. We gaan nog een plaat opnemen. En ja, dan heb ik Zeven Anjes, Zeven Rozen uitgebracht. Dat was dan een B-kant van het plaatje. De A-kant was Gina. Dat was een uptempo song met goede gitaar erin en zo. En die B-kant was Zeven Anjes, Zeven Rozen. En op de hoes staat Zeven Anjes, Zeven Rozen in kleine letters en Gina in grote letters. Dus ik wil maar zeggen dat... Hoe komt dat dan werd opgepikt, die Zeven Anjes, Zeven Rozen? Wel, de platenbaas die zei... Er staan in Vlaanderen 36.000 juboxen. In elk café stond er een jubox. En die zei tegen de vertegenwoordigers... Jullie moeten zien dat die plaat op elke jubox komt. En wat is er gebeurd? Die plaat werd gedraaid, de B-kant, in de cafés met Zeven Anjes, Zeven Rozen. De mensen begonnen erop te dansen. En daardoor... Eigenlijk per ongeluk dan? Per ongeluk, ja. Het is echt toeval. Want daardoor is die plaats bekend geworden. En dan kreeg ik door de verkoop... Er werden veel platen verkocht dankzij de juboxen. Kreeg ik een kans bij televisie, binnen en buiten. Dat was een zondagmiddagprogramma. En als je daarin kwam, dan dat was echt een boost. Hè. Ik kwam daar eerste keer op televisie met dat nummer. En de mensen konden een beeld plakken op wie zingt die Zeven Anjes, Zeven Rozen? En ik was 18 jaar. Lange haren. Lange haren. De Beatles-periode. Jong. Succes bij de jonge meisjes. En natuurlijk, op een paar maanden verkochten wij 120.000 singles in Vlaanderen. Dat was enorm. En ik ging nog naar school. En mijn papa had een garage van tweedehandswagens. En ik kreeg een auto uit de garage om mee naar school te gaan. En onder mijn ruitenwissel staken er briefjes. I love you, ik zie je graag, kan ik je zien? Dus voor mij was het zo'n rare wereld. Ik moest soms eens in mijn wang knijpen van... Ben ik nu aan het dromen of is dit de realiteit? Dat was wel de realiteit. En hoe blijf je dan als 16, 17-jarige met je voeten op de grond? Ah, wel, doordat ik thuis begeleid werd. Hè. Want toen ik mijn platencontract tekende bij Diske Vauke, ik was dan minderjarig. Mijn ouders moesten tekenen voor hun minderjarige zoon. Dus Roland Verloven kwam naar ons thuis met de contracten. En mijn mama die dacht, ik was een rare mens, is dat? Ik zei van, oei, is die wel te vertrouwen? En mama, dat is zo streng, maar rechtvaardig. Hè? Papa was een rustige man, zijn garage, zijn auto's en zo. Maar mama was de baas thuis, sowieso. Ze regelde alles en mama zei, we gaan dat hier tekenen, maar je kunt zien dat je voor mijn zoon goed zorgt of je hebt met mij te doen, hè? Mama. En, ja, mevrouw, ja, ik ga goed voor hem zorgen. Dus dat was zo de sfeer, hoe het allemaal begonnen is. Ja. Dus uw ouders die waren wel, die zaten wel er kort bij. Maar van uw papa, dat is geweten dat hij eigenlijk bijna de rest van zijn leven met u heeft rondgereden. Ja, mijn vader was... Die erbij zijn, hè? Had al zijn vrije tijd, naast zijn garage, reed hij met mij naar alle optredens. En toen ik 18 was, reed ik dan ook zelf en hij was bij mij. Het was mijn schaduw. Ja. Papa was altijd bij mij, door dik en dun. Ja. Is dat dan een voor- of een nadeel als tieneridool? Een voordeel. Want de verleiding is soms groot. ik moet eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk van in mijn 16, 17, 18 jaar had ik een vaste vriendin. Ik werd wel naar voren geschoven als nieuwe tieneridool. En bij de platenfirma zeiden ze ook van...
probeerde uw privéleven een beetje te scheiden van uw muziek. Want er zijn heel veel verliefde meisjes die naar uw optredens komen en probeert dat een beetje zo te houden dat je zo vrij bent voor iedereen. Hè? De ideale schoonzoon. En ik ben er goed in geslaagd, moet ik eerlijk zeggen. Vonden die meisjes dat leuk? Ja, maar ik zeg als je daarmee samen bent, is dat toch moeilijk? Ja, zo ben ik eigenlijk al mijn vriendinnetjes verloren. Ah, ja. Ja, want ik stond constant ergens op een podium en zij gingen zelf uit. Ze gingen naar de fuiven van de Giro, van de KLJ, van de Scouts. En ja, ik stond ergens op een podium. Zo ben ik ze iedere keer eigenlijk verloren geraakt. Maar op een bepaald moment had ik een vaste vriendin en een journalist die belde mij van een dagblad, van een boekje, zeg maar. Nee. En die zei van, Willy, ik weet dat je verdiend hebt en ik wil foto's. Ik zeg, oh, nee, dat gaat niet, want er gaan heel veel fans mijn foto's kapot scheuren. Ze gaan mijn posters van de muren halen en ik ga geen platen meer verkopen. En ja, maar ja, zegt hem, kijk, we kunnen dat oplossen op een manier. In Frankrijk bestond dat zo van, je wordt betrapt ergens door een paparazzi. Kun je dat zo niet kaderen? Dat we op die manier zo wat doen. En ik zeg, ja, maar waar gaan we dat doen? En in die tijd ging ik nogal vaak zo een keer naar Parijs. Want Parijs was zo de stad waar ik graag was. Omdat ik daar incognito was. Hè. Ah, ja. Daar ging ik met mijn vriendin naartoe. We gingen dan naar de Moulin Rouge, naar de Lido. We gingen naar spektakels gaan kijken, naar musicals gaan kijken. Ik zeg, weet je wat? Ik ga met mijn vriendin naar Parijs. En we gaan naar de Champs-Élysées. We gaan daar een beetje flaneren, de Champs-Élysées. We gaan aan bepaalde boutiques blijven staan. En neem zo op die manier foto's. Willy Sommers betrapt op de Champs-Élysées. En daarmee was ik al gelukkig dat ik niet zo... Dit is mijn lief. Ja, en dan kon nog eens naar Parijs gaan. Ja, op de cover van een boekje zo. Dit is mijn lief. Dat was niet mijn stijl. En ik ging ermee akkoord. En wat was het resultaat? Waar ik jaren bang voor was, dat was dus eigenlijk een storm in een glas water. Want ik kreeg zo 3-4 heel kwade brieven van... Op honderden, hè, brieven, hè. Ik heb al uw foto's verscheurd. Ik wil u nooit meer zien. 3 of 4. Okay. Dus ja, uiteindelijk vond iedereen al wel leuk dat ik een vriendin had. Ja. Ja. En kun je, want je zegt van ja, je hebt dat dan afgesproken met dat boekje. Kun je ook afspraken maken met die boekjes om zo bepaalde dingen al dan niet te schrijven? Ja. Of zo dingen in gang te zetten? Ja, je kunt dingen nalezen. Hè. Ja, ja, ja. Maar covers en titels daar hebben geen zicht op. Hè. Nee. Dat weet Herman ook waarschijnlijk, dat weet jij ook. Maar het verhaal dat je vertelt, dat geschreven wordt, mag je altijd nalezen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik vertel bijna nooit iets verkeerds. En ik vraag altijd, stuur het maar naar Ilia, naar mijn manager. Hij zal altijd wel correcties aanbrengen, of naar mij. Maar meestal is dat een kleinigheid. En meestal zijn het taalfouten. Want ik ben van opleiding leraar Nederlands. Dus ik zie in de kranten of in tijdschriften altijd fouten staan. En daar krijg ik iets van. Hè. En met mijn kinderen ook, met dt-fouten en toestanden. Hoofdletters en punten. Dat is bij mij altijd zo zeer belangrijk geweest voor de kinderen. Ja, maar papa, dat moet geen hoofdletter zijn. Daar moet wel een hoofdletter staan. En dt in plaats van d. Zo'n ding. Zo, dus, je zo streng dan, ja. Ja, 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 dat zit er nog altijd in. Ja, 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 ja. Ja. Ja, maar ja, dat is belangrijk dat iemand het doet, hè, Willy? Absoluut, ja. Ik vind zo ik merk dat ook bij mijn kinderen, die schrijven minder. Hè. Dat is heel de tijd op die gsm. Hè. Dus ja, en verkeerde sms-taal. Hè. Ja. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik haat dat echt. Ja. Ja. Nou, sturen mijn kinderen ook naar mij berichtjes soms, hè, want ik ben vaak weg. Dat ze mij zo 2 dagen niet gezien hebben en dan staat dat vol taalfouten. Dan probeer ik dat te corrigeren. Ik zeg, jongens, meisjes, dat gaat zo niet. Hè. Dat moet zo zijn. Ja, ja, papa, volgende keer zal het beter zijn. En wat voor een papa ben jij? Eigenlijk, want je zegt, ja, ik ben veel weg. Ben jij ook iemand die aanwezig is en die dan ja, tijdens het huiswerk ook wat streng kan zijn? En... Ja, ik ben natuurlijk veel weg. Ja. Sowieso. Hè. Wij corresponderen ook met Cindy, met mijn vrouw, corresponderen we vaak met briefjes. Ah, ja. Zoals toen ik vandaag naar hier kwam ook, ik moet van hier naar een optreden, ze was nog niet thuis, heb ik een briefje geschreven. Voilà, kijk, ik heb alles klaargelegd voor vanavond. Als je een glaasje wijn wilt drinken, ik heb een goede flesje rosé in de frigo gezet. Ze staat daar, neem ze maar. Zo'n dingen. Dus, en ik zie je morgen wel, want mijn zoon speelt ook voetbal. Die gaat morgen voetballen, maar Cindy gaat dan mee naar de match. En ik ga proberen even mee te gaan ook. Ja, ik zie ze te weinig. En, maar ik weet nog toen Luna geboren was,
in 2002, ja. Zo lang geleden, heb ik altijd gezegd van in het begin, ik ga ook mijn steentje bijdragen. Ik wil ook een keer een pamperke verversen en toestanden. En ik heb dat ene keer gedaan, 's morgens vroeg opgestaan. Meehelpen en zo in het huishouden, zeg maar. En dan heeft Cindy gezegd, je moet dat niet meer doen. Je moet dat echt niet meer doen. Wat was er fout gelopen? Ja, je kunt dat niet goed. En je hebt niet genoeg kracht om te zeggen, dat mag niet of dat mag wel. Ik zal wel zorgen voor de opvoeding van de kinderen. En dat heeft ze altijd supergoed gedaan. Zeg, blijf jij maar rustig uitslapen na een optreden. Ik zal alles wel in de hand nemen. Ja. Ja, het vaderschap, dat is ook iets dat je moet... Ja, dat is met vallen en opstaan, dat je dat moet leren. Hè? Ja, absoluut. Dus, ja, maar ik probeer altijd mijn best te doen, hoor. Maar misschien zegt ook altijd van, laat maar, ik zal het wel doen. Ik heb dat, want ik ben dan papa geworden toen ik 50 was, hè, van Luna. En dacht ik, van mezelf ben ik daar niet te oud voor. Hè? Ik had al een dochter uit een andere relatie, maar ben ik daar nu niet te oud voor? Maar ja, Cindy was absoluut kind van ons twee. En dan daarna nog Luca ook, hè, 4 jaar later. En zij heeft altijd gezegd, je moet je geen zorgen maken. Ik regel alles in het huishouden. Doet jij je job, dat is je leven, dat is je passie. Jij kunt ook niks anders. Ik kan ook geen kader aan de muur hangen. Is het waar? Dan bel ik een kameraad van de nagel in de muur te komen kloppen. Dus voilà, dat is mijn leven. Hè. Ja, dat, dus zij zegt, doe maar je ding, ik zorg wel voor de opvoeding. Ja. En vind je dat jammer dat je een stuk van het vaderschap gemist hebt bij je eerste dochter uit een vorige relatie? Is dat iets waar je toch spijt van hebt? Ja, heel veel spijt, want ik heb... Heel die historie is uitgekomen... Ja, dat is ook door een boekje eigenlijk. Door de geboorte van Luna. Ja. Hè? 2-3 maanden voor de geboorte van Luna is er een krant die schrijft van... Willy Sommers wordt papa. Willy Sommers en Cindy worden papa en mama. Hè? En de mama van Annemie, van mijn oudste dochter, heeft daarop gereageerd. Ja, maar hij heeft al een dochter. Hè. Die heeft dan ook de pers ingeschakeld van... Ja, hij is toch al papa geworden. Maar ik was voor de eerste keer papa van Cindy. Van Luna en Cindy, van dat kind. Ja. Hè, en dat is allemaal opgeblazen geweest. En op een bepaald moment heb ik contact opgenomen met Annemie. Hè. Die was toen 18 jaar. Maar ik had... Altijd contact via foto's en zo. Hè, dat haar mama foto's opstuurde naar mij. Schoolfoto's bijvoorbeeld. En rapporten van school. Dus ik had daar een band mee. Maar nooit in de pers. Ja. En er is ook nooit een journalist die mij gevraagd heeft... Dat schijnt heb je al een dochter. Nooit. Dat was een publiek geheim. Ja, ook bij journalisten. Hè. Ik heb altijd gedacht... Een van deze dagen vraagt er een journalist... Je hebt toch al een dochter met Truus, met de zangeres. Dan had ik ja gezegd, maar niemand vroeg het. Ik moest toch niet beginnen te roepen, hey, ik heb al een dochter. Ja, voilà. Ja, dus ik heb altijd afgewacht. En dan toen dat verscheen in die krant, heb ik contact opgenomen met Annemie. Ze zei, kijk, wij moeten nu samen zitten om heel die discussies in een mooi kader te zetten. Ja. Want wij hebben wel een band. Ik heb 18 jaar voor de financiële dingen gezorgd voor Annemie, 18 jaar lang. Dat was ook de afspraak met haar mama. Zij ging zorgen voor de opvoeding en ik voor het financiële. Ik heb dat altijd gedaan. En dan hebben wij afgesproken in Brussel, in een caféke, in een bruine kroeg met Annemie. En ik zie ze nog altijd afkomen zo. Dat was haar echt eerste contact met mij. Hè. Dat was op een terras op de Grote Markt. En daarna zijn we in die bruine kroeg gaan zitten binnen. En zij werkte daar bij een verzekeringsmaatschappij. Dat was onder de middag. En ik zag haar afkomen en ze had mij nog niet zien zitten. En ineens ziet ze mij en ze was aan het bibberen van zenuwen, stress. En ze bestelde aan de cola. En dat ijsblokje, dat ging zo. Zeg, rustig. Ik had ook een cadeau mee voor haar. Hè, om haar te bedanken voor ons contact. En van dan hebben wij dus een ongelooflijke band gecreëerd... En onze kinderen, die zeggen ook altijd zusje Mie. Ja. Voor u is dat een zus. Ja. Dus dat is, en als de familie nu samen zit... Ik ben ook al grootvader. Hè. Ja, ja. Annemie heeft een dochter van 11 jaar. Dus als wij samen zijn met heel de familie... Dat zijn de mooiste momenten nu. Hè. Dan eten we frietjes. Hè. En heb je het gevoel dat je die een tijd zo wat hebt kunnen inhalen? Want ja, je hebt elkaar ook wel lang niet gezien. Ja, van dan hebben we
heel veel vakanties samen doorgebracht. Dat wij haar mee namen naar skiverlof, naar zomerverlof, zomervakantie. Als wij aan de kust waren, was zij ook bij ons aan zee. Ja, ja, van dan is er eigenlijk altijd een geweldige goede band geweest. Ja. Ja, ja. Cindy is ook wel een topvrouw, hè? Ja, ik heb daarmee de lotto gewonnen. Ja, ja, ja. Ja, dat is toch ook iemand die je echt ook wel, denk ik, draagt of zo, ja, of ondersteunt. Ja, ja, en... ja, ze kent mij ook door en door. We zijn nu 27 jaar samen. Amai, zo lang al. Luna is 22. Ja, 26 jaar samen. En in de periode, de coronaperiode bijvoorbeeld, de lockdown, dan werd ik bijna gek. Had dat het einde van uw relatie kunnen zijn, Willy? Ja, ik zei tegen haar een zaterdagavond dat ik in de zetel zat. Dat was 50 jaar nooit gebeurd, dat ik naar Netflix aan het kijken was of naar tv, naar de kampioenen aan het kijken was. En ik zei, dat kan toch niet, dat die carrière, dat het hier stopt. Alles lag plat, niemand kwam nog buiten, lockdown. En in die periode ook, ik was dan veel met haar thuis, dat we samen waren. En op bepaalde momenten zegt zij ook van... ik zal maar een keer weggaan, zeker, want ik voel dat ik buiten moet. Ja, dat echt, ik zo'n beetje stress had van thuis te zitten. Dan ging ze bij een vriendin, of ze ging een keer gaan fitnessen, of ze ging een keer gaan lopen. Ja, dat ze voelde dat. Ja, ze kent mij door en door. Hè. Als dat niet goed gaat, ze beseft dat. Ja, dan moet ik even buiten. Ja. Ja, maar ja, als je altijd gewoon bent om weg te zijn, ja, uw relatie, ja, als je zit dan thuis, ja, dat is gewoon raar, hè? Ja, absoluut. Zo, ja, wat moet je dan doen? Ja, voilà, kijk. Ja, we hebben die periode toch goed doorgeworsteld, ja, zeg voilà, maar. Je zet nog altijd rosé in de frio s'avonds. Ja, ja, voilà, ja. En hoe is dat bij jou, Willy? Want ja, jouw kinderen die worden ondertussen ook al groot. Ja. Ja, jouw dochter die ontwerpt juwelen. Die maakt juwelen. Ja. Die zit momenteel in Firenze. Voor 2 maanden gaat ze daar... Ja, perfectioneren in het maken van juwelen. Ze is 2 jaar afgestudeerd in Antwerpen. Ze is goudsmid. Hè, juwelen maken. Bijvoorbeeld, deze ring heeft ze voor mij ook gemaakt. Die armband ook. Dat maakt ze allemaal zelf. Allemaal eigen creaties. Amai, zeg. De L van Luna, de L van Luca. Hè. Ring van mijn vader dat gekregen. Ja, en ze heeft eerst 2 jaar criminologie gedaan. Maar dat was in de lockdown. Dus niet naar de les kunnen gaan, op haar kot in Gent voor een tablet studeren. Het was niet haar ding. Ze heeft gezegd na 2 jaar, sorry, ik zou iets anders willen doen. Ja. Ze is heel haar jeugd gek geweest van juweeltjes. Als we zo op vakantie zijn op een marktje, waar het zo'n standje is met juweeltjes, daar was Luna altijd te vinden. Altijd kijken naar die juweeltjes. En nu zei ze van, ik zou graag goudsmid willen worden. 2 jaar studeren in Antwerpen. Ze heeft dat gedaan. Amai. En diploma gehaald. En nu... is ze sinds 8 oktober tot eind november, begin december in Firenze. Ja. Ja, waar dat ze dus nog fashion en jewelry doet. Marketing, een beetje allemaal, die dingen samen. Hè. Ja, dat is ook belangrijk, ja. Hoe dat je het in de markt moet zetten. Absoluut. En zo. Ja, en ze is ook muzikaal, hè, want ze heeft heel haar waar? Jeugd heeft zij muziekschool gedaan, gitaar leren spelen, zangles gevolgd. Ze heeft ook gezongen in een coverbandje, zo als hobby. Maar ik heb haar altijd vrijgelaten. Zo, van, ik heb nooit gepusht van, probeer het ook iets te doen in de platenwereld. Neem eens een single op of zo. Ik heb het nooit willen doen. Ik heb haar eigen keuzes willen laten maken. En ja, maar ze is muzikaal. Ze kan mooi zingen. En mijn zoon is ook muzikaal, maar dat is de voetballer. Die wil absoluut niks te maken hebben met de showbiz. Zijn passie is voetbal. Ja, maar die gaat er ook wel. Die speelt ook op hoog niveau, ja, toch? Hij speelt voetbal? Bij de beloften van Dender. Dender speelt momenteel in eerste klasse. Denger, had ik dat maar zeggen. Denger, ja. Dus, en daar speelt hij bij de beloften, bij Amai. De U19. En ja, hij doet dat zeer goed, want hij doet nu mee aan een nieuw programma. Dat is Masters of... dat zijn Jan Vertonghen en Dries Mertens, die gaan ploegen samenstellen. Masters of Madness, dat is het. Ja. Just. En ze hebben hem gevraagd om zich daarvoor in te schrijven, maar ze met 200 inschrijvingen om daaraan mee te doen. En hij heeft nu pas bericht gekregen dat hij geselecteerd is. Er zijn er 4 uitgekomen uit die 200. Allee, ja, en dat zijn nu opnames rond nieuwjaar. En wat is dan het ultieme doel?
van die wedstrijd? Ja, ze gaan ploegen samenstellen die tegen elkaar gaan spelen. Het gaat een soort competitie worden. Die worden begeleid door Dries Mertens en Jan Vertonghen. Dus dat is hoog niveau. En ja, we zullen zien. Hè. Zijn droom is om te voetballen. En wie weet komt daar iets uit. Maar ja, er zijn er veel geroepen en weinig uitverkoren. Hè. Zo is het in de showbiz en zo is het in de sportwereld ook. Hè. Ja, we zullen wel zien. Ja. En zijn uw kinderen, zijn die trots op hun papa? Ja, ja. Of verzwijgen ze dat ook van, ja, mijn papa is... Ja, ja dat is... Dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk, ja. Ik weet diep in hun hart dat ze zeker trots zijn. Ik voel dat wel, hè. Maar ze gaan er nooit gaan uitbazuinen overal. En natuurlijk, als Luca een match speelt en ze winnen, dan wordt er op de voetbal laten zo'n je hart gedraaid. Hè. Iedereen zingt dan mee, ja. En ja, Luca de Gieter, hè, bij het wedstrijdformulier van de scheidsrechter staat zijn naam. En er zijn bepaalde scheidsrechters die voelen, zeg jij niet de zoon van? Ah, ja. Ja, dan moet Luca natuurlijk zeggen, ah ja, ja. Maar oud dat voor u. Is het waar, ja? Ja, ja, want je kent dat, soms is er ook een beetje jaloezie mee gemoeid. Het is niet altijd roze geur en maneschijn. Nee, ja, en Luna is er ook altijd zeer discreet in geweest. Dat wordt daar soms ook wel eens gevraagd. Luna de Gieter, die naam zegt mij iets. Uw papa is toevallig niet... Ja, 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 toevallig wel. Zo, altijd zo'n beetje, ja, een beetje verdoken, toch? Ja, ik merk dat bij mijn dochters, dat die, als die bijvoorbeeld ergens in een nieuwe sociale kring komen, dat ze zeggen van, ja, laat ze maar eerst mij leren kennen. En niet dat ze direct beginnen googlen. Ja, ja, natuurlijk. Want als ze dat dan te weten komen, ze, ja, dan is dat niet meer zuiver. Ja, dan, absoluut. Dan nemen ze mij niet meer zo voor wie dat ik ben. Ja, 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 zeker en vast. Ja. Want uw kinderen, ik zie die soms wel passeren op TikTok. Ja, samen met u, hè? Ja, ja, Luna doet dat, hè. Ja. Dat is haar domein, hè, want ik ken er eigenlijk niks van. Ik ben vooral gespecialiseerd in WhatsApp en toestanden, en mijn mails en toestanden. Maar TikTok is voor de jeugd. Ja, ja. En, maar je zit er ook wel op, hè? Ja, ja, Luna zegt, papa, we moeten dat doen, hè, want ik heb een nieuwe single, we gaan niet filmpjes maken voor TikTok. Ah, ja, ja. Ja, ja, en die reacties, dat is ongelooflijk. Er zijn er duizenden reacties dat ik de eerste keer dacht van, oei. Ongelooflijk, ja. Hoe dat gevolgd wordt. Ja, jij komt ook in mijn For You-page. Dat betekent, For You is zo de berichtjes dat ze selecteren, TikTok, van dat ga jij misschien interessant vinden. En ik heb je al een paar keer zien passeren. Ja. En dat is goed, hè? Is dat goed? Jullie? Petra, vraag het mij niet, ik weet het niet. Ja, ik ben daar ook mee begonnen door die Frietcast. En dan, ja, dan moet ik daar ook, ik post daar ook dingetjes op. Ja. En dan, ja, beginnen zo, ja, wat te kijken van andere filmpjes en zo. En ja, ja, de heer Willy Sommers passeert toch ook aan voilà, en toe. Kijk. Dus dat toch werkt. Hè. Dankzij de jeugd. Hè. Ja, voilà. Maar dat is wat je wil zeggen. Dat vind ik wel tof aan u, Willy. Jij bent zo lang bezig en jij blijft zo wel de relevantie in u hebben of zo. Dat vind ik wel tof. Ja, ja, ik zeg het daarnet ook. Ik heb een goed team rond mij, die mij ook inspireert. Die mij ook raad geeft en zo. Dus dat is ook misschien de reden van het succes ook. Want ook op concerten, in theaters, sta ik 1,5 uur te signeren na een optreden. Doe je dat nu nog altijd? Nog altijd, ja. Want ja, de mensen weten dat ik zo ben, dat het voor mekaar zit. Ik kan me niet voorstellen dat ik na een optreden meteen in de auto zou springen en naar huis gaan rijden. En dat mensen in de kou gaan laten staan die een selfie willen of die een babbeltje willen doen met mij. Dus ja, dat is ook de basis, denk ik, van mijn succes. En wat mijn groot voordeel is, dat ik heel goed namen kan onthouden. En gezichten. Ik kan goed namen op gezichten plakken. Want in die theatertours, dat is meestal een ouder publiek al. Mensen die misschien jaren niet meer gekomen zijn naar een optreden, omdat ze, ja, kinderen, kleinkinderen, noem maar op. En die naar een theater, daar komen ze graag naartoe. Hè. Ze zitten in een goede zetel. Nu, op verzoek, dat zijn vaak nummers uit mijn beginperiode, die zij aangevraagd hebben. Of op de jukebox hebben gedraaid. Ja, die zij hebben aangevraagd. Die komen naar die concerten. En, en dan staan ze aan te schuiven in die lange rij. En dan zeg ik vaak zo tegen David, mijn tourmanager, moet ik daaraan beginnen? Na 2 uur concert, 2 keer 1 uur, mijn pauze tussen. En die rij staat daar en dan denk ik van ja, ik zal het dan maar doen, want ze zijn dat gewoon van mij. En mensen komen naar mij toe, die ik jaren niet meer gezien heb. En ik zeg zo, hey Linda, hoe is dat met u? Ik heb een paar jaar niet meer gezien. Jij kent mijn naam nog. Amai. Dus dat is voor die mensen ongelooflijk. Dat is wel een speciale gave dat ik heb. Amai, dat ik heel goed namen kan onthouden. Hoe kan dat? Ja, dat is heel vreemd. Ik kan dat heel goed. En dat is ook met mijn oude liedjes. Met die, nu op verzoek, die theatertour.
er zijn inderdaad veel van mijn oude songs die ik jaren niet meer gezongen heb, die zitten allemaal nog op mijn harde schijf. Ik heb die wel de laatste maanden nog een keer beluisterd, maar ik ken die nog van buiten. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb veel meer last met een nieuwe song die ik breng, waar ik twijfel aan twee zinnen bijvoorbeeld. Oei, nu zit ik in de shit. Die twee zinnen. En als je een keer dat je in de shit zit, zet dat weg. Hè. Maar die oude nummers, hè, die zitten daarin. Hè. Sympathie is geen liefde. Weet je, die slow. Dans mij morgen vroeg. Habanero. Intieme rendezvous. Ik kan er zo tientallen opnoemen. Hè. Die zitten allemaal in de harde schijf. Allee, jong. Ja. Dat is toch uniek? Ja, dat is heel straf. Ik werk ook zonder autocue. Hè. Want heel veel van mijn collega's werken in theaters met autocues, hè, om de leidraad een beetje te volgen. Maar nee, bij mij zit het allemaal in mijn hoofd. Allee, ja. En hoe traint je dat dan ook, je geheugen? Zijn er bepaalde dingen dat je doet qua oefeningen of zo? Niet echt, nee. Maar ja, ook door mijn job, door mijn vak. Hè, optreden, zingen, veel in contact met jonge mensen. Lezen. Ik lees veel. Ik lees elke dag de krant. Ik ben op hoogte van politiek, ik ben op hoogte van sport. Als ze mij ooit vragen voor een quiz, ik weet over alles wel iets te vertellen. Ik heb ook eens meegedaan aan de slimste mens ook. Hè. Ik heb daar vrij goed nog in gescoord. Dus ja. Dat is tof, hè? Ja, ik vind het leuk. Ja, ja. Ja. Misschien iets actueel. Ja, het zal al een paar weken geleden zijn als we deze podcast uitzenden. Ja. Maar die jongen die daar nu gestorven is van One Direction, die daar van het balkon is gevallen. Ja. Ik moest eigenlijk, voordat jij naar hier kwam, was ik aan het denken van, dat is ook iemand die, net zoals jij, een succes heeft gekend op heel jonge leeftijd. Hè? Ja. Dus ik vraag mij soms, we hebben dat er thuis over, Herman ook in de zomer, komt hij zo jonge mensen tegen. Hoe beschermt je die jonge mensen tegen het monster van het succes? Ja, wel, ik heb tot mijn 33 jaar thuis gewoond. Veilig nest van mama en papa. En mijn vader was autohandelaar in tweedehandswagens. En als we s'avonds aan tafel zaten, als hij zijn garage gesloten had, kwam hij van Brussel, waar zijn garage was, naar Pajottenland, waar wij wonen. En dan was het aan tafel met mijn zus, ik, mama en papa. En dan werd er altijd gesproken over, het is een goede maand geweest. We hebben vele auto's verkocht. En we hebben een maand bijna geen auto's verkocht. We moeten sparen voor later, want er komen misschien slechte tijden aan. En dat is bij mij altijd in mijn achterhoofd gebleven. Van, mijn ouders hebben mij daar altijd zeer goed in begeleid. Ik heb in het begin in de jaren 70 goed verdiend. Hè? Mm-hmm. Maar mijn ouders hebben altijd gezegd, Willy, dit kan niet blijven duren. Er gaat een keer een neerwaartse spiraal komen. Succes is goed, maar dat gaat waarschijnlijk in vleugels zijn. Hoogtes en laagtes. Ja, in golven zijn. Hè. Dat is altijd mijn bron van inspiratie gebleven. Van, oei, ik heb goed kunnen sparen. Ik moet niet te gek doen, niet te zot doen. Ik ga geen geld door ramen en deuren gooien. En zien, er komen sowieso minder goede tijden. En dat is ook gebeurd. Mm-hmm. De jaren 70 waren goed. De jaren 80 was een flop. Ja, maar John Matjes. Ja, John Matjes, dat was de tweede flop. En dat was zo. In de jaren 80 was het voor mij overleven ook, hè, op financieel gebied. Ik had mijn vaste orkest, vaste band. Mm-hmm. Die waren ingeschreven. Hè. Ik was werkgever. Ik had een eigen camion met klank- en lichtinstallatie. En als ik zo... Ik had nog mijn optredens, waar ik elk jaar mocht terugkomen. Dat waren vooral bals waar mijn band dan nog 5 uur speelde. Mm-hmm. Ik trad dan twee keer 3 kwartier op in dat concept. Dat was het eigenlijk. Maar als ik op het einde van de maand de rekening maakte, was alles betaald en ik had niks meer over voor mezelf. Gelukkig had ik in de jaren 70 goed kunnen sparen. Had ik een buffer kunnen opbouwen. Dus ik heb dat ook meegemaakt. Het was niet allemaal roze geur en maneschijn. Dus je hebt dan eigenlijk bewust die investering naar die mensen die voor u werkten gedaan? Ja. In de hoop dan, ja, die jaren 80 dan, vlekkeloos te kunnen overbruggen, om dan misschien in de jaren 90 terug... Ja, en dan als mana uit de hemel, 89, komt VTM, hè, ja, met Tien om te zien. Hè. Dus ik weet nog goed, in de jaren 80 was er 1 muziekprogramma per jaar, was Mike aan Zee. Hè. Mike Verdrink, die het programma had aan de kust. De rest was er niks. Radio gaf ook geen ondersteuning aan Belgische producties, zowel Engelstalig als Nederlandstalig. Dus er was
weinig promomogelijkheden. En dan 89, ja. Toen niemand het nog zag zitten in de showbiz, zeg maar. Wij overleefden allemaal, ook Wiltura, hoor. Er waren weinig mensen die nog daarvan konden leven. Mm-hmm. Want ik heb om de broden, zeg maar, in die jaren ook niks anders moeten doen. Ik heb me wel een keer samen geassocieerd met een man die in de kledingwereld zat. We hebben samen twee boutiques opengedaan in Aalst en Sint-Niklaas. Waarom? Omdat ik in het commerciële in mijn achterhoofd zat van als dit stopt, moet ik toch iets hebben voor later. Dat ging dan in de modewereld zijn. Ja. Maar ook geen evidente sector, hè? Nee. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar ook niks aan verdiend. Het ziet er ook allemaal goed uit, de mode, maar dat is ook een delicate business. Ja. En dan, ja, 89, hè, krijg ik een telefoon van Mike Verdreng. Die zegt, we gaan beginnen met een commerciële zender. We hebben aan u gedacht om een programma te presenteren, een muziekprogramma. En ik dacht zo van, een muziekprogramma, dat kan niet meer. Want het jaar 80 had geen muziekprogramma meer. En Mike zei, ja, wij zien een gat in de markt en een Vlaamse hitparade. Hè. En ja, ben dan eens op gesprek geweest in het kasteel van Peuty. Ze hadden nog geen vast huis. Direct wel chic. Ja, kasteel. Een kasteel. En dan zat Mike Verdreng en Guido de Prater daar. En die zeggen, voilà, in februari 89 starten wij met een muzikaal programma bij VTM. En waarom dachten die dan aan u? Omdat ik al bij Mike aan Zee geweest was. Ja. En dat Mike zei, ik heb je al geïnterviewd en ik hoor aan uw taal dat uw taal perfect is, hè, via mijn opleiding Nederlands. Jij hoort dit even, Fouten Willy. Ja. En hij zei van, kijk, en jij kondigde ook waarschijnlijk uw liedjes zelf aan tijdens uw optredens. Dus ja, we hebben aan u gedacht. Ja. Ja, en voilà. En dan na dat gesprek heb ik gezegd van, mag ik daar eens over nadenken? Ja, want VTM, dat bestond ook niet. Hè? Ja. Wat ging dat worden? Als dat tegenviel, was het ook met mijn carrière gedaan. En ik heb al mijn vrienden en ook Roland Verloven daarover aangesproken. En die hebben allemaal gezegd, niet doen. Ah, ja. Doe dat niet, want als dat mislukt, is het ook gedaan met je carrière. En dan heb ik echt een keer voet bij stuk gehouden en gedacht van, ik ga het wel doen. Want slechter dan dat het nu gaat, kan het niet meer gaan. Ja, voilà. Ja, en moest dan, iets gebeuren. Na een week belde Mike terug op en zei, en Willy, heb je een uitdaging? Ja, ik ga dat doen. Kom dan nog een keer naar het kasteel van Peuty. We gaan een keer concreet bespreken wat we gaan doen. Ja. En ze doen een keer een stemtest in een productiehuis. Maar ja, dat was eigenlijk al beslist dat ik het zou zijn. En dan zei Mike, en nu gaan we naar 10 discotheken. We gaan daar prospectie doen. We gaan daar de mooiste meisjes uithalen. En daar, van die meisjes gaan we iemand naast u zitten om te presenteren. Is er jij mee geweest? Nee. Want ik zei toen al, ja Mike, als ik presenteer, dan mag ik mijn eigen nummers niet meer zingen. Ja, nee. We gaan een duo-presentatie doen. En als dat meisje u aankondigt, kun jij uw nummers doen. Als uw liedjes goed zijn, anders niet. Ja. Dat was echt een afspraak. En dan had ik daar zo een tijdje niks meer van gehoord. En dan moest ik nog eens teruggaan. Dat was begin januari 89. En dan zeggen ze dus mij, voilà, we hebben iemand gevonden. Dat was Bea van der Maat, die dan met Wontonton, I Lie and I Cheat. Ik was fan van Wontonton. Ja. Ik was super blij dat het Bea was. Die was een mooie vrouw, hè? Ja, die ook uit het circuit komt van de Belgische pop. Ja. Ik uit de meest Nederlandstalige genre. En dat samen, dat was een speciale klik. En ik dacht van bij mezelf, gaat dat lukken? En Mike en Guido die hadden zo'n vingerspitsen gevoel, dat gaat lukken. En onze eerste 10 om te zien, dat was met de Skep zaten daarin, Soul Sister, Wontonton, Eddie Wally, Danny Fabri. Dus dat was een mix van al die genres en dat klikte. Ja. Want wij hadden elke week 1 miljoen kijkers, hè, met 10 om te zien. De eerste jaren van 10 om te zien. Ik was kijker, hè. Ja? Ja, ik was een kindje en ik keek, hè, naar 10 om te zien. Ik vond dat geweldig. Ja. Echt waar. Ja. Maar ook zo internationale gasten en zo. Ja. Je zag daar, iedereen kwam daar. Hè? Tuurlijk, want de Belgische platenfirma's die zeggen tegen internationale firma's, u
artiesten moeten komen, hè, naar Tien op de Zien. Dat is het programma in België. Ja, voilà. En ja, daardoor hadden wij iedereen, hè. Alle grote namen. De enige die wij niet gehad hebben, is Elton John. En dat was eigenlijk zo'n beetje mijn grote favoriet. Maar Tina Turner bijvoorbeeld. In het eerste jaar van Tien om te zien, dat was een opname in Denderlee, was dat nog toen. Het Globe Show Center. Kregen wij van Jos van Oosterwijk, die de muziek samenstelde, Tina Turner gaat komen. Maar niemand kon dat niet geloven. Allee, dat kan toch niet dat Tina Turner uit Amerika naar ons, naar Denderlee, naar Denderlee gaat komen. Ja. Allee. En ja, de dag is daar. Opname met Tina Turner. Ja, die komt niet opdagen. De generale repetitie begint 's namiddags. Geen Tina Turner. Ja, 's avonds, 8 uur. Klaar voor opname. En de studiomeester zegt, ze is er nog altijd niet. We nemen op zonder Tina Turner. We zullen wel zien. Komt ze toe? Oké, komt ze niet toe? Ineens, zo midden van de opname, krijgen wij zo'n signaal van de studiomeester. Ze is er. Ze is aangekomen. Nog 1 aankondiging van een Belgische artiest. En dan Tina Turner. En Bea en ik, wij stonden zo van, is dat nu echt waar? En ze stond er inderdaad. Hè. En we mochten haar elk... Ik mocht 2 vragen stellen en Bea 2 vragen stellen. En ze heeft 2 nummers gedaan. En heb je gestotterd? Ja, ja, ik heb mijn beste Engels moet bovenal, ik zweer het u. Want ik zeg het, ik was eigenlijk fan van haar. Omdat ze zo'n sexy vrouw. En op dat moment ook, Petra, die was dus helemaal ingesmeerd met een soort olie. Sexy, kort rokje, décolleté, ja. En die stond naast mij en... En ik zal dat nooit vergeten, dat soort olie had dus zo een soort erotische geur van die Tina Turner. En ja, dat was een magisch moment voor mij. Ik heb er ook foto's van, hè, dus dat zijn dingen die ik bewaar. Dat, is eigenlijk, dat zit in mijn map met de lievelingsartikels zeg maar, thuis. Dat was een uniek moment, maar ik zeg het, iedereen, de Bee Gees... Ja, van over heel de wereld. Take That. Spice Girls. Allemaal zijn ze geweest. Hè? Spice Girls, ja, inderdaad. In het Sportpaleis was dat. Allee, ja, in Antwerpen, ja. Allee, ja. Tof, hè? Ja, geweldig, geweldig. Ja. En waren dat leuke mensen? Wie had voor u... Ja, was dat Tina Turner? Was dat voor u het hoogtepunt van internationale mensen? Bryan Adams ook. Natuurlijk, wij zaten zo... Annaniek en Bea zaten wij in zo'n sluis ons teksten in te studeren, net voor de aankondiging of afkondiging. En die sterren passeerden voor onze neus met hun entourage. En... Ja, die worden afgeschermd, hè. Maar bepaalde mensen waar wij echt graag mee op de foto gingen, dat was altijd mogelijk. En daarvoor moesten wij niet via het management gaan. Ja. Wij vroegen dat zelf aan Bryan Adams of aan iemand van de Spice Girls. Mag ik mee op de foto? Natuurlijk, waarom niet? Want wij waren de presentatoren van dat programma, dus we hadden er geen enkel probleem mee. Ja, ja, ja. Voilà. Ja, ja, dat is tof, hè? Ja, geweldig. Maar ja, ja. Tina Turner heeft er waarschijnlijk niet echt veel mee kunnen babbelen. Dan. Nee, nee, nee. En nog een verhaal. De reden waarom ze te laat was, naar het schijnt, was ze geland op de luchthaven van Zaventem met een taxi op de Ring van Brussel in pannen gevallen, defect. En dan hebben ze via iemand opgeroepen die haar daar komen halen is en naar de studio gereden is. Dat is een heel verhaal geweest. Allee, joh. Ja, want ja, die was toen ook al mega beroemd. Allee, toch? Ja, dat was... Serieus beroemd. Wereldster. Ja, wereldster. Voilà. Ike en Tina Turner, dat was echt over heel de wereld. Mooi. Ja. Ja, en dan komt eigenlijk nu terug Tien om te zien op tv. Mm-hmm. En dat is weer... Leuk, hè? Ja. Dat is zo precies zo nooit weg geweest. Of zo is dat. Ja, voor ons ook. Dat is een flits in ons leven. Wij merken dat nu ook aan het publiek. Dat is zeer gevarieerd. Dat gaat van kindjes die komen voor Camille en oudere mensen die komen voor de gevestigde waarden. Mm-hmm. Hè? En we hebben nu opnames in Westende afgelopen zomer. Daar waren dagen van 10.000 mensen. Hè? Dus als je kijkt naar die beelden... Die duinen, dat zat vol met mensen. Dat strand, dat podium, rond dat podium. De sfeer van vroeger, hè, Tien om te zien, is, ja, dat is niet meer weg te denken. Ja. En heb jij nog stress? Vooral voor de teksten. Wij moeten ons teksten van buiten leren. Dat is niet op autocue. Nee, we hebben 8 cameraposities met 8 verschillende camera's. Dus we kunnen moeilijk 8 autocues plaatsen. En die teksten, hè, en we zijn met 4 presentatoren. We moeten op elkaar inpikken. Hè. Vaak staan we met 4, af en toe met 2. Maar we moeten op elkaar inpikken. Dus als ik een verkeerde zin zeg, kan Aaron niet inpikken. Ja. Of Laura, of Anne. En dus we moeten dat studeren en... Na een opname, 's nachts, wat is meestal gedaan rond 10:30, 11 uur,
logeren wij in een B&B in Westende en leren wij allemaal apart in onze kamers ons teksten voor Sanderdaags. Om toch een beetje klaar te zijn voor Sanderdaagsmiddags voor een soundcheck en een repetitie. Hè. En dan wordt er nog vaak aan de teksten dingen veranderd. Ja, ja. Bepaalde artiesten die willen dat ze een aankondiging doen van een nieuw album of een concerttour aankondigen die niet in onze teksten stond. Dus dat wordt allemaal weer een keer aangepast. Dus dat is wel stressen. Kan amai, wel. Maar ja, zo traint je wel getraind, hoofd, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Maar het is stressen, hoor. Ja, inderdaad, al dat volk. Ja, mijn dochter heeft deze zomer ook gewerkt op het Q Beach House. Ah ja, ja. En soms zijn nam dan de tram en zij passeerde dan voor naar haar appartement te gaan, daaraan tien om te zien. En ze zei, dat was niet normaal hoeveel mensen dat daar naartoe komen en hoe populair dat is. Ja, en zo. Dat is geweldig, geweldig. Nou, leuk, hè? Ja. Ja, Aaron is hier trouwens ook al geweest, hè? Vaste luisteraar van de Frietkaas. Is het waar? Ja, maar ik vanaf nu ook, hè? Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Niet. Maar ik heb het ook al zien passeren op TikTok, hoor. Je zit toch op TikTok? Ja, gesprekjes, ja. Ja, voilà. Dat is een teaser, ik zei. TikTok, dat is teaser, hè? Ja, ja. Wat ik nog wou weten, Willy, was van hoe kijk jij naar ouder worden? Is dat bij jou iets dat je zegt van, ik blijf gewoon doorgaan tot ik erbij neerval? Ik zeg altijd bij leven en welzijn. Ja. Hè? Ik heb ook een hartoperatie achter de rug. Ik heb een hartoperatie gehad. Ik heb een stent. Ik ben geopereerd voor hartritmestoornissen ook. Dat is allemaal wel al een paar jaar geleden. Maar ik verzorg mij ook goed. Ik speel wat tennis, ik speel wat padel. Ik verzorg mij goed. Ik ga proberen nog één keer per week naar de revalidatie te gaan in het ziekenhuis. Dat is een fitnessruimte in het ziekenhuis. Je komt daar binnen, het bloeddruk wordt genomen. Anderhalf uur trainen, lopen, fietsen, gewichten. Ik probeer dat één keer per week te doen. Omdat ik graag de controle heb over mijn lichaam. Hoe ver ik kan gaan en zo. Want op het podium bij mij, ik sta niet stil. Hè. Ik beweeg veel. Ik ben geen statische artiest. Nou, jij komt ook zo bezweet van het podium. Ja, ja, na twee nummers ben ik een fontein. Ik heb dat deze zomer gezien. Amai. Ja, maar ja, je moet dat toch maar doen. Ja, ik zweet gemakkelijk. ik heb graag controle over... Ik ga om de zes maanden naar de cardioloog, naar Brugada, die mijn operatie geleid heeft, zeg maar. Dat was heel raar. We kwamen terug van wintersport en dat was in zes jaar geleden al. Ja. We kwamen terug van wintersport en ik was aan het rijden met een auto. Cindy naast mij, de kinderen achteraan. En ik werd wat duizelig. En ik zei van, ik ga even stoppen in een reststop langs de baan om een cola te drinken en een wafeltje te eten, want misschien is mijn suiker een beetje aan het zakken. En ik doe dat, ik kom er weer wat door en we vertrekken weer. En 50 kilometer verder zei ik tegen Cindy, sorry, het gaat niet meer. Ik heb geen controle meer. Ik kan moeilijk een afstand inschatten tussen de auto voor mij en naast mij. En dan heeft zij het stuur overgenomen en dan zijn we thuisgekomen. De huisdokter doen komen, bloed laten nemen. En dan zegt hij belde mij, dacht nou, alles is normaal. Geen suiker, geen cholesterol, alles goed. Maar ik zou toch een keer bij de cardioloog gaan. Ik zou toch een keer uw hart laten controleren. Ik heb dan via een goede kennis ben ik binnengeraakt bij Brugada. Dat is maanden wachten normaal, daar, eer dat je daar binnengeraakt. Ik mocht al direct dezelfde week komen. En ik zit op de fiets, de uithouding zogezegd, voor uw hart, tot de maximum. En één keer zegt, stop. Ik zie daar een groot probleem. Je hebt hartritmestoornissen. Je moet zo dringend mogelijk een operatie ondergaan. Ja, bij mij, de grond zakte weg onder mijn voeten. Nee. Ik zeg, in mijn weekend zit vol optredens. Ja, maar nee. Ja, ik denk al direct aan mijn optredens. Zij kunnen mij geen pilletje geven dat ik ga gaan optreden. Nee, geen pilletje. Jij gaat naar het ziekenhuis. Ja, en een paar jaar later was het dus ook met die stent hetzelfde verhaal. Hè. En is dat is waarschijnlijk de ene keer dat jij optredens hebt geannuleerd? Ja, dan? Dat is de enige keer in heel mijn leven. Ja. Ja, en dat vond ik verschrikkelijk. Dat vond ik zo erg. Om mensen in de steek te laten. En dan zei Ilia ook, mijn manager, Willy, nee, wij zorgen voor vervanging. Dat komt goed. Je gaat er volgend jaar weer staan. Die organisator gaat zeggen, ik begrijp dat, het is voor je gezondheid. Maar voor mij was dat een ramp. Mijn publiek in de steek laten. Die mensen die hadden kaartjes gekocht, die hebben tickets gekocht. En ik ben daar niet. Ja, zo is dat bij mij. Maar hoe komt dat toch, dat zo bij u een fictie is? Ja, ik kan dat moeilijk verklaren. Dat is nu zo. Ja, als je hart, dan, je andere, stel dat je daar dan niks laat aan doen, dan... Ja.
Ja, is het, dan, is het gedaan, dat, dat moest gebeuren. En ik heb dat gevoeld, hè, want ik heb een, rond ons huis heb ik een grote weide waar mijn dieren staan. Mm-hmm. Ik heb daar 3 ponies, ik heb daar mijn schapen, ik heb geitjes, we hebben een hond. En mijn eerste werk 's morgens is na winter en zomer thuis naar de dieren gaan. Elke dag vers water gaan geven. Dat is heel belangrijk voor de dieren. Ze kunnen genoeg gras eten, maar vers water. En zo in het begin was er van een druk op mijn borst. Van, als ik die emmer sleurde... Zo. Maar ik sprak daar niet over, ook niet met Cindy. Ja. Ik kwam terug in huis, ik was aan het transpireren. En ik zat neer en die druk verdween. Ik zei, dat gaat wel over, maar dat gaat dus niet over. Hè. En op een bepaald moment, bij die controle... Bij Brugada was mijn kroonslagader 37% dicht. En die zei, als je dit weekend gaat optreden, dan valt je dood op het podium. Sowieso, hartaderbreuk. Nee, ze kunnen mij geen pilletje geven. Nee, geen pilletje. Jij gaat nu een stent laten zetten. En daardoor treden jij nu nog zoveel op, hè? Dankzij die mensen. Ja, ja, ja. Hoeveel optredens heb jij dit jaar gedaan? Ja, dat schommelt altijd rond de 200. 200 optredens. Sowieso. Ja. Dat kan ik hier 170 of 210 zijn, maar altijd zo rond de 200. Ja. Ik zag nu een agenda voor dat najaar en zo. Ik denk, amai, ja. dat gaat nogal een gang. Zeg. Ja, en najaar is eigenlijk zo een beetje het meest rustigste. Ja, maar dan nog, dat staat ook vol. Ja, het gaat goed vol. Staat goed vol, ja. Ja, ja. Willy, ik heb een cadeau voor u. Een cadeau, ja. Vanaf nu zit jij vaste Frietkastluisteraar. En als jij vaste Frietkastluisteraar bent, dan weet je dat de gast altijd een mooie t-shirt krijgt. Ah ja? Ja, en daarop staat eigenlijk altijd een persoonlijke frietboodschap. En ik moet zeggen dat het voor u eigenlijk niet moeilijk was. Mag ik kijken? Ja, mag kijken, zeker. Ja. Ik heb het al aan de kant zitten. Het is gebaseerd op een van uw grootste hits. Niet laat de zon in je hart, maar wel... Laat de friet in je hart. Voilà. Oh, dat is mooi. Ja. En het is mijn maat ook, zie ik. Medium. Ja, voilà. Ja. Ik hoop dat dat juist is. Ja, ja, dat is mijn maat. Perfect. Dat je zo geen valse dikke bent, want dat gebeurt hier soms. Nee. Petra, ik ga daar gaan mee fitnessen. Ik ga daarmee gaan paddelen. Ik ga daarmee naar de revalidatie. Ik ga daarmee tennissen. En daarmee, denk ik... Altijd aan u, hè? Ja, voilà. Ja. De friet zit in je hart. Ja, hè? Absoluut. Ja, en heel voilà. Diep, hoor. Ja, voilà. Ja. Dat is zo. Nee, maar ik denk dat de friet ook een beetje is zoals Willy Sommers. Het is zoiets waar elke Vlaming ook wel bindt of zo. Ja, hè? Iedereen kent het wel. Ja, je merkt het ook op vakantie, waar je ook bent. Hè, als je zo een Belgisch café passeert of noem maar op, daar geven ze frietjes, hè? Friet met biefstuk. Ja, voilà. En kennen ze Willy Sommers? Ja, 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 laat natuurlijk. De zon in je hart. Ja, absoluut. Ja, ja. Ik vind ook dat je zo een... Willy, dat viel mij op bij jou, valt mij eigenlijk op. Je hebt een heel positieve stem. Vindt u dat? Ja. Ja? Zo, ik vind uw klankkleur is positief. Je bent een mens van wie het glas half vol is, denk ik. Ja, ik ben ook van nature positief. Ja, nu heb je niet veel gedronken, hè, want daarom is het ook half vol hier. Maar, ja. Maar ik vind dat jij zo wel zo'n positieve... ik zei dat aan Herman, van ik vind dat jij zo'n positieve mens, gewoon door je klankkleur, komt. Dat komt zo bij u heel veel naar boven. Ja. Ik denk dat de luisteraar dat van de Frietkast vandaag ook gaat vinden. Ik hoop het, ik hoop het. In ieder geval, ik hoop dat ik... Fijne dingen heb ik kunnen vertellen. Ik vond het heel leuk. Maar ik kan hier nog 2 uur zitten, hè, Petra. Ja, maar ik kom nog eens terug. Ja, ik zal nog eens terugkomen. Als je zoiets te verkopen hebt, kom het gewoon een keer terug. Ja. En dan babbelen we gewoon verder, want ik vond het eigenlijk heel tof. Ja. Ik ben blij dat jij met mijn leven binnengewandeld bent. Ah, voilà. Maar het is wederzijds, hè. Sowieso. Ja, voilà. Ja. Ik wil u heel hard bedanken en ik wens u de komende winter heel veel leuke concerten toe. Ik dank u wel. Ja. En, we gaan ervoor zorgen. Voilà. Tot de volgende. Tot ziens, hè. Dag. Hey, wauw. Met Peter de Pauw.